Yo kijkers, ik ben Nido en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie weer een dienst met Jan Willem. Het is één melding uit de dienst wat een hele grote melding is geworden. Wij kregen namelijk een melding van voertuigdiefstal en het bleek toch allemaal iets gecompliceerder in elkaar te zitten dan dat we hadden verwacht. Dus ik zou zeggen, doe een like als je er zin in hebt. Check het kanaal van Jan Willem zeker even in de beschrijving en veel kijkplezier. Let's go naar de eerste. Ja, ik heb er nu eentje in staan, bij daar even heen. Welke was dat eigenlijk? Welke melding? Ook een auto. Ik bezwaar tegen op de motor gaan. Negatief, ga je maar. Dieselauto was dat? Zo. Zo, dat ging rap. Even iets rust. Ja, autodiefstal inderdaad. Dit zijn echt hele heftige heuvels. Ja, bizar man. Ik zet er even blauw erop hoor. Melding was een diefstal voertuig? Weet je wat voor voertuig? Nee, maar ik heb wel zo'n vermoeden. Er staat gewoon een motor achterin. En die rijdt ook wel verrekt hard. Wacht, is de volgende positie zo erg? Kan jij, ja, doe maar even. En even stop aanzetten. De 0521 voor luisterende collega's. We zijn in de achtervolging van een voertuig met daarin een mogelijk gestolen motor. Niet met aanhaken. Kijken wat hij gaat doen. 0521, wat is de locatie op dit moment? Garrison Avenue rijden we in de richting van South Los Angeles. Parallel aan de trambaan nog steeds. We slaan nu linksaf de David Avenue op. Davis, sorry. Negeert meerdere keren rood licht. Stoptekens geven, voldoet hij nog niet aan. Hij stopt dan. Ja, voertuig lijkt te stoppen. Het gaat om een truck met Stay Fresh op de zijkant. Kenningspunt en moment. We staan stil op de Davis Avenue onder de... Ja, die zit. Naast het tankstation, zeg maar. Goedemiddag meneer, hoort u mij? Ik zet even de auto een beetje schuin op de weg. Dan hebben we even wat, wat meer veiligheid hier. Meneer, hoort u mij niet? Kunt u praten? Goeiedag. Meneer. Collega. Ja? Zou jij even in de achterkant van je vrachtwagen willen kijken? Er stond een motor in met twee gasten die erin keken al rijdend. Oh ja, ga kijken. Hey. Hallo. Ah, oké. Hoi. Dag collega's. Ja man. Hoi. Zouden jullie even de achterinhoud van deze vrachtwagen willen controleren? Er stond een motor met twee gasten in, die gingen al rijdend rijden erin. Zou je via Ryan een kentekenbewijs mogen, meneer? Ja. Knopje zoeken. Pas op, dat komt een meneer links langs de bus. Kan je wat Tom hierbij Bakker. Hoort? Meneer, mag je even afstand houden? Yes, Tom. Valt dit nog onder B? Het ligt aan het gewicht. Ja. Yes, bingo. Dat is een goede vraag, hoeveel die weegt. De 4290 status 5, hoor. Hey, was die motor achterin? Ja. Wat is daarmee? Ja, kijk, ze hadden niet meer zoveel benzine. Dus dacht ik van, dat is handiger. Oké, en dit is jouw auto, deze bus? Ah, nee, die heb ik even geleend van iemand. Van wie? Ik weet dat niet eigenlijk. Dat John of zoiets noemt hij. Dus je hebt hem eigenlijk geleend of? Geleend, ja. Klinkt niet heel overtuigd om heel eerlijk te zijn. Ik ga het kenteken natrekken hoor. Oké. En van wie zei je dat het was? Wat? Van John. John wie? 42-2 is hard. John, 42-2. De bakker. Zelfde achternaam als jij. Ja, ja. Dat is verre familie van mij. En waar werkt hij? Waar werkt hij? Bij dit bedrijf, meneer. Voor gekoelde producten. Dus dan dacht ik van ja kijk, we hebben weinig benzine, die geraakt er wel in. Maar vervoeren gekoelde producten en jij denkt ik zet even de motor achterin. Ja, ja, allee, de koeldingen staan niet aan, hè, dus we hebben er geen last van. Ja.
Ik vind het allemaal een beetje raar, meneer, om heel eerlijk te zijn. Beetje raar. Ja. Het zijn ook rare tijden, hè. Ja. Ja, ja, dat kan ik niet ontkennen. Het zijn zeker rare tijden, maar het is niet helemaal de bedoeling dat jij... 42 meneer, jij mag gewoon even weggaan en niet op de weg gaan staan. Is dat goed, meneer. Is. Ik weet niet of een bijtelling over zijn auto wordt betaald natuurlijk. Dat kan ik nu niet zo snel zien. Ja, dat is allemaal een belasting. Dan moet je aan mijn familie vragen, aan John. Die nog bijzonder, hè? Nee, ja, het is een beetje een vaag verhaal. Het zou van ene John Bakker zijn, deze auto. Nou, het staat niet op zijn naam, wel op dit bedrijf. Dus ja, het is nog maar net de vraag of die daar ook werkt. En over die motor? Ja, die had geen benzine meer, geeft meneer aan. Maar hij kent die gasten wel. Wat, de mensen erop zitten? Ja, die kan ik. Hè? Die kent hij inderdaad. Geeft hij aan. En wie zijn dat dan? Huh? Wie zijn dat dan? Jordi en Piet, denk ik. Jordi en Piet. Ik heb hem al eens een paar keer gezien. Wat zegt u? Waren de namen Jordi en Piet van die twee? Nee. Jordi heet Komt en de andere heeft mijn collega. Aha. Wat? Ik vind maar een beetje vaag fout. Ik heb zeg maar meer het idee dat deze auto niet van jou is en dat je die ontvreemd hebt van iemand. Ja, die is ook niet van mij, dat heb ik gezegd. Hè. Ja, maar ik heb niet het idee dat je daar zeg maar heel legaal aan bent gekomen. Ah, daarnaast zit er vol met schade. Dus ik denk dat we jou even mee gaan nemen naar bureau. Mag je even gewoon rustig omdraaien, even je handen tegen de bus zetten, dan ga ik je even fouilleren. Ik heb niks bij mij waar jij je aan het kunt baseren ofzo dus. Oké, top. Gaan het zien. Hebben die motor, heeft iemand die scooter maar om misschien naar wel gekeken, een paar paperclips op en ik heb ja, ik kan het niet echt goed zien. Dat die uiteindes uw hand kunnen baseren. Ah ja, dat zie ik. Nee, dat is prima. Even kijken. Nou, top. Hey, ik neem aan dat je niet in de boeien hoeft te slaan. Nee. Dat kunnen we hier normaal afhandelen. Yes, dan ga ik jou even naar de B-klasse plaatsen. Even kijken wie er waren hoor. Oh, oké. De 0521 voor de eenheid van de B-klasse hier. Zo. Wait, kan jij deze meenemen naar bureau? Ja, dat kan ik. Ja, ik heb geen boeien omgedaan hoor. Is gewoon rustig meneer. Werkt gewoon mee. Nou, vind ik wel gaan. Voor je. Komen jullie dan naar het bureau zometeen? Yes, ik kom naar bureau toe, ja. Helemaal goed, dan neem ik mee. Aangehouden basis van de auto diefstal. Het verhaal klopt van geen kant. Ja, de motor staat gekend als gestolen bij ons. Of de scooter. Tot zo. Ja, oké. Okay, nou, meneer, met de aangehouden of verdenking van diefstal. Hoi. Ook jij bent aangehouden. Kijken, zo. 0501 en beschikbare eenheid over. Je hebt het recht op een advocaat, kun je deze niet veroorloven, zodat je wordt toegewezen door het Openbaar Ministerie indien je dit wilt. Kunt u naar de Davis Avenue komen? Zwijgen, alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Hier vragen over. Herkenningspunt voor u is oud ziekenhuis. Duidelijk. Kan een noodhulpeenheid daarheen gaan, ik ben alleen beschikbaar op motor. Ik zet deze even bij jullie hoor. Ja, prima. Is die al gefouilleerd? Nee, nog niet gefouilleerd. Ik kan het OC een taak opsturen, voor die beslag genomen voertuig. Mag ik zo laten? Hé, meneer? Kom er nog door. Wat? Iets bij je wat je niet bij je mag hebben. Ja, nee. Iets waar ik me aan kan baseren. Ben je even kus? Ik belde aan. Zwijgrecht, oké. En graag groot flat. Oh, een machete zie ik hier. Wat hebben we nodig? Gewoon deze auto. 42,90 staat dus 2 naar de laatste melding over. Een zakje met veel wiet. Laat het daar maar even ophouden. Die neem ik ook in beslag. 42,08 staat als 5 naar AB. Yes, ik zit je in de auto hoor, pas op je hoofd. Gordel om. Wie is hier de hoogste? Had een machete bij zich en dit zakje wiet. Ik doe die even in beslag namens zak. Die hebben jullie achterin toch? Ja. Heb ik toestemming van jou om eenmalig transport? Zo. Wat zeg je? Mag ik van jou eenmaal transport met de ASIS? Ja hoor. Aangezien die de hoogste bent of functie. Ja, nee, ja. Lijkt me niet heel veel andere keuze. Ja, we kunnen wel een eenheid roepen, maar dat lijkt me ook een beetje. Ja, ik krijg hier radiocontact. Dus we zullen wel bellen. Gaan we even richting het politiebureau, wordt voorgeleid door officier van justitie. Ja, dat is goed. En dan gaan we verder. Laten we dan met de ASIS. Dankjewel. Ja, de 0521 retour met. Zo. Sorry.
die rijdt ook hard. En de rood. Mijn verdachte moet wel even 4 is ook, HB. Oh, yes. Gebeurt niet vaak dat je iets aantreft bij zo'n melding, moet ik heel eerlijk zeggen. Meestal zijn ze al te snel af. Ja, timing. Hé, meneer? Hoe bedoelt u? Nou, dat we mooi getimed hebben om jullie aan te treffen. Oh, ik weet niet eens. Ik weet überhaupt niet eens wat er aan de hand is, om eerlijk te zijn. Oh, nou, u bent aangehouden voor diefstal van die motor, scooter, wat ook is. Oh. Dus daarom zegt mijn collega timing dat we dat net treffen, toch? Doe even de verwerking. Zeker. Ik heb zijn dienst in de B-klasse over. Zijn het collega's achter ons? Nee, dat zijn geen collega's. Hard rijden? Maar het valt me mee. Nou, we mogen hier 130, dus. Papa! Ik dacht trouwens. 0521. Volgens mij heeft iedereen dat gehad, die man die daar hangt boven de sneller, hè? Oh, ja. Hoe vaak ik daar was, die dacht, hey, daar hangt iemand. Maar dat, ik heb hier wat meneer achterin. We werden trouwens opgeroepen, wacht even. Wat zegt hij nou? Verdachten zitten in het cellencomplex, ik wacht hier op jullie. Nou, wij zijn nou, een paar meter uit over. Ja, ja meneer, er hangt daar zo'n reclamebord met een meneer boven de weg. Kent u die? Nou, ik weet van niks. Nee, weet, ook al niet. Weet je dat vrij weinig? Uit. Uit. Nee, ik ga klachten in. Vind ik niet lief. Oh, nou, dat mag zeker. Moet u een formuliertje hebben of weet u de weg al? Ik weet de weg. Kijk, makkelijk. Met de vaste klagers. Nee, dat ook niet. Oh, ik was iets enthousiast. Ja, ik wil ook wel, ik wil ook best snel uitstappen. Ja, nou, ik zou ik heb toch niks. Zo. Kunt u me nog even fouilleren? Dat moet nog gebeuren. Ja, dat doen we zo in de cel hoor. Maar, u wil een eigen advocaat hebben? Ja, zeker. Is de telefoon nog bij? Ja, moet u die hebben? Nee, mag u die zelf bellen zo meteen? Dat is zeker waar. Zo in de cel, als ik je boeien vast heb gedaan, mag je dat doen hè? Pompidompidom. En dan komt er zo'n HOVM en die gaat allemaal netjes afhandelen. Yes. Kijk eens. Zet ik even tegen de muur. Doe het moment. Kijken. Had je iets bij wat je niet bij mag hebben? Het ligt aan hoe je het bekijkt. Nou ja. Iets bij wet strafbaar gesteld is? Ik weet niet of het strafbaar is. Wat is het en waar zit het? Een bel. Ja, die is moeilijk te verstoppen. Nee, was maar een fietsbel. Nee, een hakbel. 42-10, oh, status 1. Ik kom even mijn werk, mijn jong. En waar werk je dan, als ik vraag mag? Bij de houtzagerij. 42-1 kopieert. Maar niet heel gebruikelijk om bij je te houden op straat, nee. Ja, hij ligt ook in mijn auto. Maar hij zit fictief in mijn broekzak. 05 leren aan de 0521. Kijken. We werden weer geroepen trouwens. Sorry, 0521, zeg maar. Heeft u een procesverbaal voor me? Of een PVB? Zo. Nee, dat ziet verder in orde uit. Wat zegt u, heb ik een? Heeft u een PVB voor me? Dan kan ik de verdachte veroordelen. Oeh, die zat wel strak. Die moeten we nog opmaken, we komen net aan het HB. Ja. Oké, top, dank wel. Ja. Hebben jullie mij nog nodig, heren? Nee, gaat wel lukken. Oké. Okay. Yes, je mag lopen, wat zitten, staan, dansen waar je wil. Oké, okay, top. Dankjewel, mannen. Yo. Ik had zijn gegevens. Hadden wij zijn gegevens? Ja? Huh? Zijn gegevens, hadden we die al? Ik weet niet of iemand anders die heeft gevraagd. Ik heb die nog niet. Ja, die iemand heeft die gevraagd. Klopt. Maar ze vroegen om een PVB. Zo, dat doet even tikken dan. Maar ik ga het even zo. Ik ga even de 01 naar bureau roepen. En dan ga ik die alles af laten handelen, zodat die alles in één keer kan doen. 0521 voor de 4201, kom eens uit. Geef rechts. Kunt u naar het HB komen voor 3 veroordelingen over? Ja, positief aanrijdend. Vernomen. Maar hoe handel je dan wat normaal af dan? Ja, ik laat nu een officier van justitie komen, of ja, hulpofficier van justitie. En die gaat hier straks alle verdachten veroordelen. Zodat je even uitzoeken of het dus allemaal terecht is geweest. Het is wel even handig, omdat hij zelf in dit geval niet bij de melding is geweest, dat we even typen wat er gebeurd is naar hem. Gaat in dit geval om de 4201, je kan het ook even naar mij sturen, dan stuur ik het even door. Dat
Ik wil samen even veroordelen aan jou. Hey. Lekker samen dienst. Yes. Jullie hadden drie verdachten? Ja, momentje hoor. Ik type even PVB naar je. Kom maar goed. Ik heb de 050 even meegenomen. Als je nou een HVA is. En voor mij, als er drie zijn, dan is het wel handig om eventjes wat meerdere mensen te hebben, zeg maar. Ik heb jou een PVB gestuurd. En dat geldt voor alle drie de verdachten, de PVB? Ja, ik heb hier in mijn bevinding even opgeschreven. Echter weet ik van de één verdachte die door de VP is vervoerd, weet ik de naam zo niet. Die had echter een machete bij zich. Mm-hmm. En die had 1000 gram biet bij zich. Oké. 2 seconden. De verdachten zijn veroordeeld en ik wil jullie dus bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een like als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer zeker weten voor meer. Check het kanaal van Jan Willem in de beschrijving en dan zie ik jullie graag mijn volgende video op mijn kanaal. Later.